Dag dames en heren, YouTube, welkom, hallo. Deze video staat in het teken van de vaccinatie, sort of verplicht aan het worden, hè? Wat al voorspeld was, en die gezondheidspas. Orwelliaanser, hè? Kan het bijna niet, gezondheidspas. Oftewel, je kan ermee aantonen dat je gezond bent, want je hebt een paar injecties gehad en daarmee ben je gezonder dan voorheen, tuurlijk. Ja. Nou ja. He? Het is voor mensen die willen reizen helaas bijna onvermijdelijk. Je moet wel, want ja, met al wat testen word je er ook niet helemaal wijzer van. En volgens mij moet je nog steeds testen als je gevaccineerd bent, want je wordt ook ziek. En je kan nog steeds andere mensen besmetten. En dan die Emmanuel Macron in Frankrijk verplicht vanaf 1 augustus corona-certificaat in alle openbare ruimtes. Je ziet ze nu één voor één gaan, he? Al die landen en andere entiteiten. Die komen met hun beleid, hè, maatregelen, verplichtingen, vrijheid, lieve mensen. Het is helaas ver te zoeken. En in Frankrijk was dus het idee dat je vanaf 1 augustus in openbare ruimtes, een café, restaurant, winkelcentrum, verplicht een coronacertificaat moet overhandigen. Inmiddels is het al iets uitgesteld en versoepeld, maar nog steeds. Hè, en natuurlijk in de trein of vliegtuig. Het gaat nog steeds niet echt lekker. Wat hebben we hier? Werkgevers mogen niet dwingen tot vaccineren of laten testen. Ofwel, vraagteken. Ja, ofwel, hè. Nou ja, ligt eraan. Het ligt aan de wetgeving. Hier, Frankrijk heeft de wet zodanig aangepast dat zorgmedewerkers ertoe worden verplicht zich te laten inenten tegen COVID-19. In Nederland mag dat nog niet. Nee, godzijdank nog niet. Een werkgeversvereniging AWVN ziet ook niet snel gebeuren dat het verandert. Laten we het hopen. Een werknemer dwingen zich te laten testen mag ook niet. Maar bij testen liggen de zaken wel genuanceerder dan bij vaccineren. Ja, natuurlijk. Ik ben ook een, zoals bekend, een weigeraar. Ik ga niet meedoen met die onzin. Ik wil geen klant zijn van de Big Pharma Mafia. Liever niet. Maar ja, helaas. De meeste mensen doen het toch. Om van het gezeik af te zijn, hoor je dan. Hè? Dat soort argumenten. Ja, maar ja. Ik kan toch wel op vakantie kunnen zonder gedoe. Ja. Oh. Maar goed. Dadelijk heb je dus ook nog dat je werkgever je gaat dwingen. Wat een gedoe allemaal, hè. Hier, Google. Techbedrijven laten alleen gevaccineerd personeel toe op kantoor. Ik wacht de dag af dat mijn werkgever hetzelfde gaat doen. En dan is het waarschijnlijk afgelopen, want daar ga ik niet meer akkoord. Als ik alleen nog maar thuis mag werken? Nee, laat me zitten. Geen zin meer in. En dan lijkt me het leuk om dat voor te laten komen. Voor de eerste keer. Waarschijnlijk ben ik niet de eerste dan. Maar niet alleen Google hoor. Nee. Hier, Walmart. Walmart verplicht ook personeel zich te laten vaccineren. En Disney. Nou, hè, fouter dan fout. Hoe fout wil je het hebben? Het is natuurlijk allemaal nog redelijk ver van ons bed, want in Amerika. Maar ja, het komt wel verdomd dichtbij. Het komt allemaal heel erg dichtbij. We hebben een nieuwe apartheidssamenleving. Dat is gewoon een feit. Als je niet meer gelooft in het hele sprookje rondom corona, de pandemic. En je wilde niet aan meedoen en je wil geen klant zijn van de Big Pharma, dan heb je een probleem. Je wil niet laten testen, wil je laten vaccineren. Nou, dan word je een soort van paria. Hè? Lekker dan. Ja, fijn. En de meerderheid staat erbij, die kijkt ernaar, haalt de schoudertjes op. Nou, in Nederland dan, hè? Haalt gewoon de schoudertjes op. Misschien een paar mensen die protesteren. Willem Engel voorop, hè? Controlled opposition, wat heb je eraan? Ja. En dan hier, hè, de Amerikaanse stad New York scherpt de coronaregels aan voor medewerkers van openbare ziekenhuizen. Ze moeten zich laten vaccineren of wekelijks een coronatest ondergaan. Het gaat om ruim 42.000 ziekenhuismedewerkers en een deel van het personeel van de afdeling volksgezondheid van de gemeente. Nou ja, en als je dan weigert, nou ja, in Frankrijk, dan mag je niet ontslagen worden. Maar je mag wel geschorst worden, je salaris mag verlaagd worden, je moet andere werkzaamheden gaan verrichten. Nou, dat is ook lekker. Ze hebben we komen zo thuis op. En dan hier in Italië hebben we een protest. Hé, hey, kijk, een protest. Laten we even kijken. Tornate al vostro posto e continuate in cartella, tornate
Senato, colleghi deputati, collega Mollicone, deputato Mollicone, la richiamo all'ordine. Ma dimmi che non potevano sospenderla prima a quel punto. E sì, è quello. È anche più bello sospenderla per... Ja, de Green Pass. Ook lekker Orwelliaans, hè? De Green Pass. Groen associeer je toch met goed en vruchtbaar en fijn, groen. Nee hoor, hier niet. Er is wat protest. Ook in Frankrijk is er protest. Ondanks dat het de Senaat akkoord is met die hele wet. Met enkele versoepelingen, wat ik al net aanstipte. Beide kamers hebben het goedgekeurd. De staat dwong twee versoepelingen af. Nou, een of andere, ze kunnen niet worden ontslagen. Nee, maar ja, wel andere vervelende maatregelen. En de tweede, mensen voor een bezoek. Winkelcentra hoef je hem niet te laten zien. Oh, alle winkelcentra niet. Nou, in de mall, hè, hoef je hem niet te laten zien. Fijn. Misschien dat ik ook wel een keer naar Frankrijk ga, je weet het niet. En dan ga ik echt niet gevaccineerd en getest. Nee, natuurlijk niet. En ook niet met zo'n pas. En dan zien we wel tegen die tijd of het nodig is om een vervals document aan te schaffen. Want daar ben ik er ook niet echt vies van als het moet. Nee, ik doe allemaal. Flikker op, zeg. En dan, er is dus echt protest. Laten we hem even kijken. Hè. Je ziet wel, in Frankrijk zijn ze nog wat meer in staat om in opstand te komen dan in Nederland. Ook al worden ze hardhandig achteruit gedonderd door een politiemannetje. Kan gebeuren. Maar we gaan wel zien waar het eindigt. Ik ben bang dat het er gewoon uiteindelijk doorheen gedrukt wordt. Want je hebt altijd een angstige meerderheid die het allemaal wel gelooft. Hè, al die propaganda shit. En die gaan gewoon akkoord. Die gaan gewoon akkoord. They will comply. They will obey. They will. Zo zit het systeem in elkaar. En wat een kleine minderheid doet, interesseert de macht niet zoveel. Want dat is allemaal ingecalculeerd. Maar toch. Hè? Maar toch. En dan dit. Gaat de EU-gezondheidspas de zomervakantie van dit jaar? Laat het zo zijn, denken veel mensen. Want de vakantie is heilig, hè, voor al die burgerslaven. Ja. Je werkt niet hier voor niks heel de jaar de pleuris om de vakantie kunnen vieren. Hè? Lekker ergens in de zon kunnen hangen. Beetje kanker oplopen en zo. Oh. Ja, en dan ook, dit is ook weer zo'n lekker propaganda berichtje, hè? Oh, ja. Meneer Kuipers denkt dat een herhaald vaccineren tot de mogelijkheden behoort. Ja, natuurlijk behoort tot de mogelijkheden. En nog even voor de duidelijkheid, hè. Ik ben niet van die kant die zegt, nee hoor, dat kan allemaal niet, virussen kan niet besmetten en mensen tot mensen elkaar besmetten, ongeloof, dat kan allemaal niet. En het is allemaal terrain theory. Dan denk ik, ja, ik word er zo'n beetje moe van. Want als je een beetje sociaal netwerk hebt, je hebt collega's of grote familie of zo, dan weet je wel dat het wel kan. Dan worden mensen ziek. Dan worden mensen in het ziekenhuis. En dan mensen in de IC. Dat is allemaal niet nep. Dat is geen hoax. Nee? En als je het alleen op terrain theory gooit, dan kom eens verdomme met wat meer concreet. Met wat meer concrete onderbouwing in het begin van het bewijs. Maar nee, ja, helaas, nee. Nee, ja, 5G. Ja, 5G is niet overal op de wereld. Maar COVID wel. Ja. Wat dan? Ja, weten we niet. Zit het in het water? Zit het in de lucht? Waar zit het dan in? Wat dan? Kom dan met iets. Maar niet alleen maar zeggen, nee, het kan niet. Maar verder weet ik ook niet hoe het zit. Ja, fijn. Lekker dan. Ik ga ervan uit dat het wel van mens tot mens overdraagbaar is. Dat het een tweaked virus, een bestaand virus is. Of, voor mijn part noem je het biologisch wapen. Vind ik ook prima. En dat is wel degelijk overdracht van mens tot mens. Of van dier tot mens. Dat is er wel degelijk. Ik heb daar geen twijfel over tot nu toe. Want ik zie namelijk geen alternatief. Nogmaals, met enige concrete onderbouwing.
En wat zijn die vaccinproducenten blij, hè? Vooral die Moderna en Pfizer. Met hun fantastische resultaten. Hier, een derde prik voor extra antistoffen en bescherming. Dat doen we nu al in Israël. Hè? Een extra prikkie. Het wordt alleen maar erger, lieve mensen. Ja, ja, helaas, het was al zo voorspeld. Maar ja, dan heb je verder geen zak aan dat voorspeld is. Wat moet je ermee? We gaan gewoon naar de tering. Alleen als je meedoet met de kudde, dan is het wel oké. Okay, dan word je van afstand geprogrammeerd op DNA-vak. Maar als je er niks van merkt, nou ja, wat baat het niet, dan schaadt het niet. En dan natuurlijk, als klap op de vuurpijl, en dan sluit ik op mij af ook, Pfizer en Moderna verhogen de prijs van hun coronavaccins voor de EU. Want, ja, ze zijn toch de beste, dus ze kunnen wat meer vragen. En de belastingbetaler betaalt, want als de staat zich in de schulden steekt, dan moeten wij uiteindelijk opdraaien voor het betalen van de interest en uiteindelijk het terugbetalen van die lening. Zo werkt het. De belastingen worden gewoon verhoogd. Oftewel, onze lasten worden verhoogd. Denk ook maar aan de prijzen in de supermarkt en dergelijke. Nou ja, dit is allemaal de nawee van de hele coronacrisis. We zijn er nog niet klaar mee. Ik hou het kort. Dames en heren, cheers. Tot de volgende.